Hey jongens, ik ben het weer Dennis, a.k.a. Denniske, en vandaag hebben jullie weer wat Black Ops 2 gameplay. En vandaag is het op Uplink met de Peacekeeper. En op zich wel mooi. Bij deel 1 had ik Black Ops 2, bij deel 2 had ik Modern Warfare 3. En nou bij deel 3 heb ik weer wat Black Ops 2, dus we blijven mooi afwisselen. Maar in ieder geval over de gameplay wil ik verder rest eigenlijk niks vertellen. Het is een mooie gameplay. En ik hoop dat je hem leuk vindt. In ieder geval, we gaan gelijk verder met de Q&A, want ik wil gewoon zoveel mogelijk vragen proberen te behandelen. En er zijn zoveel vragen dat ik ze sowieso nooit allemaal meer kan behandelen. Dus mocht ik door de 3 video's heen niet jouw vraag beantwoord hebben, dan kun je ze even in de comments achterlaten. Liefst even met Q&A ervoor, dat vind ik iets makkelijker. Maar ja, in ieder geval, we gaan gewoon even gelijk verder, zodat we toch zoveel mogelijk behandeld hebben in de video's. Dus de volgende vraag is van Piet Nightrow van de Plas. En die vraagt, als je een huisdier hebt, welke en wat is jouw lievelingsdier? En als je zegt huisdier, dan denk ik eigenlijk alleen honden en katten. We hebben verder rest ook nog vogels, kippen en vissen. Maar dat vind je niet echt huisdieren, dus we hebben één huisdier en dat is een hond. En die heet Blackie. En dat is een boerenfox en hij is nou iets ouder dan een jaar volgens mij. En dat is echt ja, favoriete huisdier natuurlijk. We hebben maar één huisdier, we hebben één hond. En verder rest hebben wij geen katten. Ik heb verder eens ook niks met katten ofzo, dus ik ben geen kattenhater. Maar we hebben dus alleen een hond, dus mijn hond is ook mijn favoriete huisdier. De volgende vraag is van XXKoolie99XX. En die vraagt, wat is jouw lievelingskot? En denk je dat Ghost beter wordt dan jouw lievelingskot? En mijn lievelingskot is Call of Duty World of War. En dat is Call of Duty 5, voor de mensen die het niet weten. En ik denk niet dat, ik denk niet dat Call of Duty Ghost beter wordt dan Call of Duty World of War. En de reden daarvan is dat World of War was enorm simpel. Het was een van de eerste fatsoenlijke kots eigenlijk. En het was gewoon heel standaard. Er zaten geen gekke killstreaks in. Het was heel, ja, heel basic ook gewoon. En dat is denk ik ook het leukste van de game. Voor de rest, dat had een Tweede Wereldoorlog settings. Dat hebben we ook niet meer gezien in nieuwe Call of Duty's. Dus het liefst zou ik ook gewoon weer een nieuwe Tweede Wereldoorlog game zien. Maar ik ben bang dat dat niet meer zal komen. Want dat vond ik echt super vet. En verder is, het was de tweede Call of Duty die ik ooit gespeeld heb. Dus als iets vrij nieuw is dat altijd leuker. Dus ik denk persoonlijk dat Ghost niet beter wordt. Maar ik denk wel dat het gewoon een goede game wordt op zich. En ik hoop gewoon dat er in de toekomst nog een nieuwe World of War zal komen. Maar ik ben er bang voor, helaas. De volgende vraag is van Mauro de Temmerman. En die zegt, ga je een PlayStation 4 of een Xbox One kopen? En ik ga voor de PlayStation 4. En dat heeft meerdere redenen. De eerste reden is dat ik natuurlijk de PlayStation 1, 2 en 3 heb gehad. Dus een 4 is een logisch opvolger eigenlijk. Ook omdat je dan gewoon je account kan houden. Die kun je overzetten. Verder rest, ik ben gewend aan de controller. En dat is niet echt een heel goede reden natuurlijk. Want als je denk ik een weekje met een Xbox speelt, ben je wel gewend aan de Xbox controller. Maar ja, ik hou het toch bij de PlayStation 4. En de grootste reden daarvan is dat de specificaties van de PlayStation 4 zijn vele malen beter dan die van de Xbox One. Ik geef één voorbeeldje en dat is bijvoorbeeld Call of Duty Ghost op de Xbox One en de PlayStation 4. Als je Call of Duty Ghost op de PlayStation 4 speelt, heb je 1080p, 60 frames per second. Terwijl op de Xbox One dat is 27p upscaled. En dat wil dus zeggen dat de PlayStation 4 kwaliteit gewoon vele malen beter is dan die van de Xbox One. En dat is op zich best raar, want bijvoorbeeld Call of Duty is niet de grootste game. Dus laat staan dat ook bij hele grote games, dan krijgt de Xbox One het echt enorm moeilijk. De volgende vraag is van Battlefield 3 Ninja HD. En die zegt, kijk je wel eens naar competitive COD en doe je het zelf wel eens? Nou, daar heb ik laatst ook al een keertje over gehad in mijn vorige video. En ja, ik kijk dus veel competitive COD. Ik ga er verder eens niet op in, want in mijn vorige video heb ik het al gedaan. De volgende vraag is van Sven Official. En die vraagt, wat zou je doen als heel de wereld zonder internet viel? En ja, like dit zodat Dennis... Ja, ik zie dit sowieso. En wat zou ik doen? Ja, ik denk gewoon feesten en alles. Al gewoon helemaal gek doen. Dat denk ik. Want ja, wat valt er dan verder eens nog doen? Niemand kan het filmen. Of ja, je kunt het wel filmen, maar niemand kan het op internet zetten. Er is toch geen internet, dus maakt niet uit wat je allemaal doet. Niemand krijgt het te zien. Of niet snel in ieder geval. Dus ja, gewoon gek doen en feesten, noem maar op. Verder rest heb je dan toch niks anders te doen. TV kijken is gewoon bullshit, want er komt niks op tv. Dus we gaan gelijk door naar de volgende vraag. En die is van Noël Zoeker. Want dat is volgens mij zo'n, hoe heet zo'n ding ook weer? Dat is zo'n Duitse S-ding. Ik weet niet meer, ik heb al 4 jaar geen Duits meer gehad. Krijg ik volgend jaar weer, dus dat wordt weer heel leuk. Maar in ieder geval, wat geeft je een grotere kick? Een mouw ophalen of een nuclear? En best wel raar eigenlijk. Bij mij is de mouw ophalen. En dat is wel raar, want nuclear is hoger. En die haal ik veel minder. Ik word heel vaak genaaid op een nuclear streak. Maar een MOAB is gewoon fucking vet. Gewoon heel de map ontploft. Iedereen ziet dat jij het gehaald hebt. Terwijl bij nuclear alleen jij één stom tekentje krijgt van hey, gefeliciteerd hè. En that's it. En niemand krijgt het te zien, terwijl bij die MOAB dus iedereen gaat dood. Heel de map wordt anders. En in die killfeed kan iedereen zien van hey, Dennis is een baas. En dat is eigenlijk de reden waarom ik de MOAB dus gewoon veel beter vind. En dat is gelukkig dat ik bij de Camstrike ook weer het geval. Dus fucking vet. De volgende vraag is van Swillenst. En hij vraagt, ga je een keer een gameplay samen met Jeraski doen? En dat wil ik zeker doen. Toevallig heb ik laatst een paar keer weer met Jeraski gegamed. Dus de kans is groot dat wij bij Black Ops 2, of nee sorry, bij Call of Duty Ghost, dat wij misschien regelmatig wel eens een video samen zullen doen. Dus wie weet. En ja, ik zou zeggen, ga het hem bij hem vertellen. Hoe meer jullie bij hem om gaan vragen voor, doe een duo met Dennis, dan moet hij wel hè. Dus ik zou zeggen, ga dat doen. In ieder geval, de volgende vraag is van Mark Zwollenaar. En die zegt, gefeliciteerd. Hopelijk blijf je zoveel uploaden. Nou, ik ga mijn best doen sowieso. En welke game vind je beter, Black Ops 2 of Modern Warfare 3? En dit is zo'n moeilijke vraag, want over het algemeen vind ik gewoon Black Ops games fijner. Gewoon in de zin van, je gaat niet zo snel dood. Modern Warfare 3 is heel fast-paced en dat is juist weer goed, want dat is soepel. Maar je gaat heel vaak dood door onzin, dus dead streaks, support kill streaks en al dat soort dingen. Dus ik denk dat ik toch voor Black Ops 2 ga, ook omdat er nog zombies in zit. En nog eens die league play. Dus ik denk dat ik persoonlijk Black Ops 2 beter vind. Als je kijkt naar de volledige game. En qua onzin zit er ook vrij weinig in. En in Modern Warfare 3 was dat heel veel. Dus ik zou voor Black Ops 2 kiezen. De volgende vraag is van Atoy YY. En zegt, gefeliciteerd, je bent super. Nou, helemaal bedankt natuurlijk. En hij vraagt, wat is jouw lievelingsspel alle tijden? En er zijn een paar games die ik echt fantastisch vind. Maar echt mijn grootste lievelingsgame is denk ik toch GTA San Andreas. Dat was echt de game, voor die tijd was het gigantisch, er waren zoveel opties, het was zo groot. En het zag er toen eigenlijk nog goed uit ook. Alleen als je nou kijkt denk je echt, what the fuck is dat voor fucking verschrikkelijke game, qua grafisch dan. Maar het is echt wel een van de leukste games die ik ooit gespeeld heb, dus die staat sowieso op mijn nummer 1. En verder rest, misschien op nummer 2, Need for Speed Underground 2, want die game heb ik ook helemaal kapot gespeeld. En die vond ik ook fantastisch, dus ik denk die twee games. Maar echt mijn allerlievelingsgame, dat klinkt heel raar. In ieder geval, allerbeste game die ik ken is dan toch San Andreas. En ja, dat spreekt voor zich natuurlijk. De volgende vraag is van Brian Mice. En die zegt, hoe was je op de basisschool en op de middelbare school in rotje of netjes? En ik was eigenlijk vrij netjes. Voor mij hebben ze eigenlijk weinig last gehad. En als ik nou terugdenk, dan denk ik echt van, wat heb ik verkeerd gedaan, weet je? Want op zich had je in die tijd echt heel veel kunnen kloten. En dat was heel grappig natuurlijk. Maar ik was eigenlijk altijd wel netjes en zo, dus voor mij hebben ze weinig last gehad. Dus ja, ik zou zeggen, laat jullie in de comments achter. Zijn jullie rotjoch of zijn jullie netjes op de middelbare school? Laat me achter. De volgende vraag is van Brandy Boy. En hij zou zeggen, of hij zou zeggen, niet hij zou zeggen, hij zegt. Zou je één dag in het leven van Syndicate willen zijn? En ja, natuurlijk. Syndicate is iemand die enorm succesvol is. Hij heeft volgens mij echt een awesome leven. Dus ik zou sowieso een keer Syndicate willen zijn. Zonder twijfel. De volgende vraag is van Dennis Timmy W. En hij zegt, heb je liever een vriendin die goed kan gamen of een beslaafde vriendin die super goed is in Call of Battlefield? PS, wil je deze in de video doen? En je maakt me nou blij. Ja, natuurlijk doe ik dat. Dus hopelijk ben je nou blij. En het is een beetje, ja, twee keer hetzelfde eigenlijk. Als iemand heel goed kan gamen, dan is, ja, hoef je niet per se verslaafd te zijn. Maar in principe hetzelfde. Maar ik heb liever iemand die gewoon goed kan gamen, dan die echt verslaafd is in Battlefield of Call of Duty. Ik zou liefst ook gewoon een keer met iemand, weet ik veel, al is het maar op de Wii spelen ofzo, weet je wel. Dus liefst gewoon iemand die goed is in gamen, maar niet per se verslaafd is. Dus, zou ik te zeggen. De laatste vraag is van Drago Kane. En die vraagt wie ik de beste Nederlandse commentators vind. En hij vraagt commentators in meervoud. Nou, ik kijk eigenlijk maar één Nederlandse commentator. Ik kijk sowieso heel weinig Call of Duty. Dus als ik iets kijk, is meestal gewoon Optic Gaming en dan gewoon competitive. Maar als ik naar één Nederlandse commentator kijk, dan is het de Jeraski. En Jeraski vind ik gewoon ontzettend goed. Hij uploadt heel veel. Hij uploadt gewoon heel goede content. En ja, gewoon constant wat anders. Dus dat is eigenlijk voor mij wel de beste Nederlandse commentator. Naast mij natuurlijk, dus nee, maar verder is kijk eigenlijk vrijwel niemand. Hij is ook de enige persoon die ik voor de rest in heel de Nederlandse community nog een beetje spreek. Dus ja, dat scheelt natuurlijk ook dat ik daarom wel een beetje zijn content kijk. Dus dat waren eigenlijk de vragen. Voor de rest staan er nog meer dan 100 vragen die ik niet heb beantwoord. Maar ik kan nou moeilijk nog 10 andere video's gaan maken. Dus sorry ervoor. Maar als jullie echt belangrijke vragen hebben, dan kun je die altijd stellen in de comments dus. Dus het liefst met gewoon Q&A ervoor. En dan probeer ik gewoon alle comments te beantwoorden. Tenzij het gewoon zo'n onzinvragen zijn. Of dat ze net iets te persoonlijk zijn. Dus ja, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En dan hoop ik jullie morgen te zien met Call of Duty Ghost. Dus ja, laat ook maar in de comments achter jullie Call of Duty Ghost morgen in huis krijgen of jullie hem al hebben. En tot de volgende keer. Houden we.